Ron hier en leuk dat je kijkt naar het uitleggedeelte van de kaarttruc die ik in de vorige video heb gedaan. Als je de video nog niet gezien hebt, check eventjes de beschrijving hieronder, want dan kan je de video nog een keer zien. Dan kan je zien hoe deze truc gaat, hoe je moet doen. In deze video leg ik hem je uit en uiteraard kan je deze video ook delen met je vrienden, maar beter om het niet te doen en het geheim een klein beetje klein te houden. Ja? Goed. Het is eigenlijk een hele makkelijke goocheltruc. Je hebt nodig een spel kaarten, 52 verschillende. En je gaat door het spel heen. Een toeschouwer zegt ergens stop, bijvoorbeeld hier. En laat zien welke kaart het is. In dit geval de ruiter 8. Mag je zelf ook zien, dat maakt voor de truc niet zo gek veel uit. Daarna, dus de kaart ligt onderop, draai je het hele pakketje om. Dus dat face-up ligt. En ik zal ietsjes naar de camera toe komen. Nu ga je twee kaarten oppakken. Scherp stellen. Nu ga je twee kaarten pakken op deze manier. Je doet 1, 2. Je pinkt ertussen. En als je nu de kaart in de hoeken pakt, dus dit zijn twee kaarten, hè, dus hart de 6 en de ruiter de 8. De ruiter de 8 is de kaart die jij gekozen hebt. Als je hem in de hoeken pakt, dan kun je de kaart tussen je vingers door laten draaien en lijkt het alsof het één kaart is. In de werkelijkheid zijn het er natuurlijk twee. Nou, leg deze kaart face down op het face-up stapeltje. Dus alle kaarten liggen met het plaatje omhoog. En jij legt zijn kaart of de gekozen kaart met het plaatje naar beneden daarop. En nou gebeuren er twee dingen tegelijk. Je pakt nu hun kaart, alleen hun kaart. En tegelijkertijd draai je je pols naar beneden. Ja, dus deze kaart die achterblijft, die zien ze uiteraard niet, want dit is de ruiter 8 en dit is al de andere kaart. Ja, dus nog één keertje. Dus de ruiter 8, de gekozen kaart, gaat op het stapeltje en nu pak je alleen hun kaart en je draait meteen je pols naar beneden. En deze kaart leg je eventjes op tafel of stop je mond of je daarom wat uit een schok geluid wat je ermee doet. Maar leg hem eventjes neer. En terwijl je hem neerlegt, onthoud de kaart die ze gekozen hebben ligt nu nog onder op het stapeltje. Het enige wat je hoeft te doen is het spel te kopiëren. En automatisch ligt nu de gekozen kaart, hun gekozen kaart, in het midden van het spel. Zij denken nog steeds dat de kaart die op tafel ligt of die je mond hebt gestoken, dat dat hun kaart is. Blaas een keer, maak een magische beweging en laat zien dat het veranderd is. Of dat hij verdwenen is, net wat je wil zeggen. Nee, hij is niet verdwenen, hij is veranderd natuurlijk. En dat is wat ik in het eerste filmpje wilde doen. Maar dat lukte niet, want hij viel. Dus daar gaat hij weer. Oké, dus die harten, die ruiter 8 is veranderd. In de harten 6, maar dat is niet hun kaart. De kaart gaat terug in het spel. Knip in je vingers, maak een magische beweging, doe iets geks. Ga door het spel heen en laat zien dat één kaart omgedraaid in het spel ligt en dat dat de gekozen kaart is. Dat was het. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je ervan geleerd hebt. En ik zou zeggen, oefen ermee, ga ermee aan de slag. Vergeet je niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Dat kan je doen door op deze link, of hier, ik weet eigenlijk nooit precies waar die zit. Ergens beneden zit het knopje. Als je het nog niet gedaan hebt, abonneer je. En nou, misschien is het ook leuk. Ik heb tegenwoordig Instagram. Hieronder staat mijn Instagram-account. Klik erop en dan kan jij mij volgen. En dan weet ik niet. Hey, bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. En heel veel succes met Magic.